Ik ben dus Bojan. En tot in zekere zin zou ik mezelf absoluut geen danser noemen. Of in ieder geval nog niet tot op dit punt. Ik zit nu wel in de voorstelling Alice in Wonderland bij de Dutch Stone Dance Division, waar ik echt super blij mee ben. Als character. Ik ben de egel. En ja, hoe ik daar terecht ben gekomen. Zelf ben ik onwijs gek op spel, theaterspel en het zingen. En die twee vallen snel samen in de richting van muziektheater. En ik had nooit echt wat met dans gedaan. Ik deed altijd ja, af en toe wat bewegingstheater als ik een stuk had te maken was of iets. Maar nooit iets qua dans. En ik dacht, ga er gewoon voor kijken wat er gebeurt. Dus maar goed, voor mijn school had ik dus een stage nodig. En ik werk bij de VUT, een strandtent. En via daar heb ik Tom en Rinus leren kennen van de Dutch Stone Dance Division. En toen heb ik via gevraagd aan hun of zij misschien een stageplek voor me open hebben. En zeiden ze, ja hoor, kunnen we iemand gebruiken. Dus ik auditie doen daar. En ja, toen werd ik ook daarvoor aangenomen. En dat was super gaaf. Toen ik het hoorde, dacht ik, yes. Dus ik zit nu in de voorstelling en ik moet deze vlogs gaan maken. Ik moet jullie een beetje bij gaan vertellen over hoe het nou precies gaat in die voorstelling. En waar het nou precies allemaal om draait. Hoe ik mezelf in fysieke vorm hou. Want ik ben namelijk helemaal geen danser, totaal niet. Maar dat wil ik wel worden. Wat ik doe is, ik doe af en toe oefeningen in mijn tuin. Eigenlijk elke ochtend. Het stretchen moet ik heel goed behouden, heb ik gehoord van menig andere dansers. Dat je het elke dag moet blijven doen, een aantal keren per dag. Ik ga 's ochtends af en toe hardlopen. Voor de rest heb ik tot nu eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer te zeggen. Dit was onze eerste ontmoeting. Geen idee wie er allemaal kijkt hoor. Maar ik ben Bojan en ik ga deze vlogs maken. En ik zit in de voorstelling Alice in Wonderland. En ik heb er super veel zin in. Ik heb maat 47. Yes. 47? Ja. En na de repetitie ga ik altijd lekker een stukje fietsen, zodat ik in ieder geval een beetje warm blijf. En dan ga ik daarna stretchen thuis.